Ja, ja, daar gaat hij. Oh, daar gaat hij. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gast. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En we zijn weer samen. Yay. Yay. Hij is weer terug van weg geweest. We hebben geen ruzie gehad, maar je kon gewoon even een tijdje. Nee. Leuk dat je er weer bij bent. Ja, maar iemand ontbreekt vandaag wel. En dat is onze Twitteraar Tom. Lul. Lul. Ik heb op jou zitten wachten, want jij wilde gaan naar Snowworld. Maar je bent niet komen opdagen, helaas. Maar dat is leuk voor ons, want wij gaan lekker wel naar Snowworld. Yes. Want wat hebben wij nou gedaan van de week? Wij hebben Snowworld opgebeld en we hebben ons voorgedaan als een directeur van een reclamebureau uit Amsterdam. Ja, wij gaan nu bellen als Touch Creative. En Touch Creative is een reclamebureau in Amsterdam. En ze willen een filmpje maken voor een nieuw campagne van Red Bull. En Martijn is de professionele snowboarder. Ja, dus de vraag is, wij willen een filmpje opnemen. Kunnen wij jullie locatie daarvoor gebruiken? Bedankt voor het wachten. Spreek met Sanne. Hey Sanne, ik heb een nieuwe campagne gekregen van Red Bull. En die willen echt een super vet filmpje maken. Dus ik dacht, misschien is het leuk om bij Snowworld te doen. Oké, maar we moeten nu dus gewoon een mailtje sturen naar Sanne. Ja. Met een goed verhaal. Alleen moet jij even een vals e-mail aanmaken. Die heb ik aangemaakt. Ik ben Paulus van Rooij. Nice! @gmail.com. Oké, beste Sanne. Wij van Touch Creative hebben een leuke klus binnengekregen om voor een nieuwe campagne van Red Bull een online promofilmpje te maken. Oké, ik heb een mailtje gekregen van Soetermeer, van Snowworld. Dat zegt, beste Paul, uiteraard werken wij hier graag aan mee. Yes, yes, yes. We hebben wel één ding nodig, hè? Want als we een reclamefilmpje voor Red Bull gaan maken, dan hebben we ook een Red Bull blikje nodig. Ja, eigenlijk moet je stickers en shit hebben, maar als we dat niet hebben, dan doen we het met een blikje. Maar ja, jongens, het is niet gesponsord, Red Bull is slecht voor je hart. Maar en het toch is gaan niet we te zuipen. Daar is de schans, olé, olé. Daar ga je vanaf, toch? Misschien. Als het Paul rijden. Ja, ja. Joost, jij doet het woord, toch? Ja, ik doe me voor als Paul. En ik ben die Duitse snowboard professional. Want die komen uit Kulle. Kulle? Kulle. Düsseldorf. Martijn, jij heet Heinrich. Jij mag absoluut niet Nederlands praten. Nee, doen we dat echt? Ja. Dat heb ik in de Duitse. Ik voel hem wel een beetje, hoor. Goedendag, ik ben Paul van Rooij van Touch Creative. Wij zijn hier filmpje opnemen voor Red Bull. Ik ga met Sanne van de Markten. Sanne Petri, zijn jullie bereid? Sanne Petri. Sanne Petri. Ja. Hoi, hi. Joost. Hi. Hoi. Dag, Niels. Hoi, Sanne. Niels. Hoi, Sanne. Hoi, Sanne. Ja, dus wij komen hier in, tenminste Paul heeft contact met jou gehad. En wij komen hier een filmpje opnemen. Dat is een park, toch? Ja. Tweede piste toch? Ja, piste 2. Top. Ja. Top. Je zouden om 12:30 zijn. Ja, het is iets laat, sorry. Oké. Okay. Jullie, hoe lang zijn jullie bezig? Uur anderhalf, max. Ja? Oké. Okay. Ja. Top. Ik zei maar even met mijn zoon. Jullie weten de weg verder? Ja. Tenminste, we konden ook, de keer kijken, toch? Ja? Ja, ja. Ja? Top. Heb jullie ook schoenen nodig of niet? Ja, dat heb je eigenlijk niet mee, hè, nu? Ja, dat hebben ze mij niet gezegd. Dit zijn de kaartjes om de piste op te gaan. Ik wil 2 uur gelden. Oké. Okay. Ja. Materiaalbonnetjes, maar ik heb wel even nog mee, maar daar heeft één iemand... Oké, top. Yes. En nou, hier kunnen jullie materiaal halen, ook hier pakken en als iets is. Hartstikke bedankt. Super. Gozer, makkelijk grapje. Dit is echt briljant. Als ik zo meteen op dat snowboard sta, val ik zo keihard door de mand. Oké, nou, we zijn er klaar voor. Ik heb mijn gear. Ik ga de schans pakken. Dit is mijn cameraman. We gaan ervoor. Ja, luister, Paul. Ik ben de regisseur. Ik heb een reclamebureau in Amsterdam. Ja. En wij hebben een opdracht gekregen om voor een online wintercirkel een nieuwe campagne van Red Bull, om daar shots van te maken. Deze jongen is onze Red Bull professional. Maar dit gaat zeg maar helemaal om de learning curve. Red Bull heeft altijd met het allerbeste gedaan. En nu zeg maar met de jongens die Ik wil even weten van wie jij contact hebt met Red Bull dan.
Bij Red Bull? Ja. Zeg maar, hebben, nou, dan moet ik echt heel erg diep gaan terug gaan nemen. Ja, nou, als je dat even zou willen doen, want we hebben heel veel contact met Red Bull namelijk. Ja, want het ging om in het funpark, toch? Ja, we moeten even naar het funpark. Okay. En wat rij je het liefst dan? Freestyle doet hij het liefst, maar. Ja, maar wat voor dingen? Mijn rij. Hè? Mijn Nederlandse dingen. Hou op met dit verhaal, ja. Hè? Zit aan de baan. Vier gasten, toch? Maar wat doen jullie dan? We proberen ook wel gewoon naar binnen te sneaken. Ja, met een verhaal. En leer. Ik denk, oké. Toen je daar ook begon, dacht ik echt een beetje van. Ja, ik ben een lul. Maar zouden we nog heel even de baan op mogen? Geen probleem. Ja? Echt? We zijn nog maskerd, dus haalt ons door. Maar we mogen nog wel heel even de baan op, dus ik zou zeggen... Ik gooi een speciale schans voor jou ook. Ja. Ja, dat is hem. Hang erin van mijn Oostenrijk, ja! Hey, dat is een Martijn. Wat is leuk? Wat is leuk? Wat is leuk? Dit is deine Schans. Niels, Niels! Ja, daar gaat ie. Oh, daar gaat ie. Oké, daar gaan we. Hoe moet dit? Gewoon snowboard naar beneden. Dit is het einde van deze aflevering. Ja, dus als jij thuis een mens hebt, stuur het dan even in via social media, hashtag #giergasten en zorg dat je erbij bent. Laat het niet afweten. Ja, top. Ja. En je kan ons ook volgen op Facebook, Instagram, Twitter en Instagram. En als je nou iets meer insight en informatie wil weten hoe wij dit nou gratis hebben gegeven met Snowbill, we hebben de e-mails die we overal weer hebben gestuurd, hebben we even op onze Instagram gepost. Dat kun je allemaal nalezen, misschien zeker nog wat van over. Ja, hopelijk. Yes. Ik zeg toedels! Tot volgende week!